Dag op 4. Ik ga vandaag met jullie kijken naar rekenen, naar blok 3, week 3, les 2. Pak vast je wisbordje en je stift erbij en dan pak ik de les er even bij voor vandaag. Wat gaan wij leren vandaag? Nou, wij gaan leren hoe je op een slimme manier de tafels van 2, 5 en 10 uit kunt rekenen. Wat wij bij deze les leren, kun je ook vaak gebruiken bij andere tafels. Maar wij gaan vooral kijken naar deze drie tafels, omdat we deze ook net kennen. Kijk met mij mee bij opdracht 2. Ik heb twee kinderen en de een die zegt, ik zie 5 keer 4 vakjes. Dus 5 keer 4. De ander zegt, ik zie 4 keer 5. Nou, wat doen deze kinderen? Deze kinderen hebben allebei gekeken naar de kast. En zij hebben allebei een andere tafel gemaakt. De een heeft de tafel van 4 gebruikt. En de ander de tafel van 5. Vandaag zouden wij heel erg gaan letten op de tafel van 2, de tafel van 5 en de tafel van 10. Het sommetje dat ik nu dus ga uitrekenen is 4 keer 5. En 4 keer 5, dat is 20. Je kunt dat altijd even controleren door alle vakjes hier te tellen. Je kunt dus, als je hier ziet, de tafelsommetjes omdraaien. En dan kun je kiezen of je de tafel van 5 wil gebruiken. Of zoals hier de tafel van 4. Kijken we verder. Opdracht 2. 5 keer 5, zegt het meisje. Ik heb 5 keer een briefje van 5 euro. Wij zeiden net bij het vorige sommetje dat 4 keer 5, dat is 20. Maar nu moeten wij geen 4 keer 5 uitrekenen, maar wij moeten 5 keer 5 uitrekenen. Dus dat betekent dat wij 1 keer minder al weten. Als je slim bent en je denkt van, nou, ik wil snel zo'n sommetje uitrekenen, kun je dus altijd ook 1 keer minder gebruiken. Dat is in dit geval 20. Of 1 keer meer. Want misschien weet jij 6 keer 5 ook wel. Want 6 keer 5, dat is 30. 1 minder of 1 meer. Dan kom ik bij 5 keer 5 uit op 25. En dit zijn allemaal manieren om de tafelsommetjes voor jezelf makkelijker te maken. Hebben we er nog één? Wij moeten uitrekenen het sommetje 9 keer 5. En 9 keer 5, ja, die weet ik nog niet. Maar, ik ken 1 keer meer, die ken ik wel. Dat is 10 keer 5, is 50. Als ik nou 1 keer 5 minder doe, haal ik hier van die 50, haal ik er 5 af. En dan kom ik uit op 45. Ik heb nu gebruik gemaakt van 1 keer meer. Ik zou ook gebruik kunnen maken van 1 keer minder. Van bijvoorbeeld 8 keer 5. Want ik weet dat 8 keer 5, dat is 40. 1 keer meer of 1 keer minder.
Dan heb ik hier nog eentje. En dat is de laatste waar we met elkaar naar gaan kijken. Ik weet dat 5 keer 2, dat is 10. Maar ik wil niet 5 keer 2 weten. Ik wil 6 keer 2 weten. En denk eens na, welke manier hebben wij nou gebruikt? Gaan wij hier rekenen met het 1 keer minder? Gaan wij hier rekenen met 1 keer meer? Wij weten de 1 keer minder al. 6 keer 2. Daar komt 1 keer 2 bij. Dus 2 meer. Dan kom ik uit op 12. Oké. Dan gaan we met elkaar kijken wat wij gaan maken vandaag. Wat ga je maken? Als eerste ga je maken opdracht 3. Dat zijn keersommetjes van de tafel van 5, tafel van 10, tafel van 2. Er staan ook de tafel van 8, 7 staan er ook tussen. Hier hoef je alleen de antwoorden van in je schriftje te schrijven. Dan maak je 4 nette rijtjes van. Heb je opdracht 3 af? Kijk je met mij mee. Daarna ga je nog maken opdracht 1. En bij opdracht 1 hebben we sommetjes die we laatst ook al hebben geoefend met elkaar. Wat staat er onder de vlekken? 53 eraf puntje, puntje, puntje of eraf vlekje is 50. 64 eraf vlekje is 60. Ja, het zijn allemaal sommetjes eraf. Wat ga je doen? Als eerste maak je opdracht 3. Daarna maak je opdracht 1. En als je dan nog tijd over hebt, kijk je ook even naar de weektaak. Nou, groep 4, ik zou zeggen heel veel succes. En dan zien we elkaar snel in de les.